Dag lieve mensen, welkom bij deze reading. Het zal een reading zijn van de karmische reis. Wat de titel gaat worden, ik heb geen idee. Het heeft wel te maken, hoorde ik, met angsten die opgelost mogen worden. Dus waar die angsten op betrekking hebben, dat weet ik niet. We gaan het zien. Dat is wat de spirit wilde doorgeven. Dus wat mag er hier gezien worden? Wat mag er geheeld worden? Crystal Blessing, Grandmother Crystal Diva, Cathedral Library, ja. Dan mag iets geheeld worden, zodat je open gaat bloeien. Zodat jouw derde oog open gaat. Het heeft te maken dat iets geblokkeerd wordt. Dat jouw derde oog geblokkeerd wordt. Sacred Healing, ja, Medicine Drum en de Malachiet. Daar krijg ik meer het gevoel bij dat jouw hartchakra geheeld mag worden, zodat jij de verbinding kunt maken van de onderste chakras naar de bovenste chakras. Als jouw hartchakra niet geheeld wordt, kun je dus ook geen verbinding maken tussen onderste en bovenste chakras. Dat gaat niet. Dus dat zal samen moeten werken. Ja, ik moest gewoon nog eentje pakken. Kijk, en dan heb je de plant. Green tourmaline, gewoon een tourmaline. Rejuvenation. En je ziet daar de wortels op. Dus het heeft dus met de onderste en bovenste chakras te maken die in balans moeten komen. Dus als jij daar nog last van hebt, dat betekent dus dat er nog iets niet gezien is. In met betrekking tot jouw hartchakra. Iets is nog niet gezien met betrekking tot de basischakra. De basis gaat bij jou steeds weg. Omdat je bepaalde dingen niet ziet. Omdat je bepaalde dingen niet kunt ervaren als een geschenk. Misschien ben je nog boos op bepaalde dingen, mensen in jouw leven. Die eigenlijk, jou niet behandeld hebben zoals je het graag zou willen, maar waardoor komt dat? Heb je die mensen de kracht en de macht gegeven om over jou te roelen? Dat die mensen dit konden doen bij je? Heb je niet op tijd je grenzen aangegeven of durf jij nog niet je grenzen aan te geven? Dat is namelijk heel belangrijk, dat dat geheeld mag worden. Zodat die dat hartchakra open kan. Zodat het hartchakra de verbinding met onderste en bovenste chakras kan maken. Anders werkt het niet. Dan zal er eerst op hartgebied, op hartzeer. En dat heeft met de liefde te maken. En vooral de liefde voor jezelf. Grenzen zetten. Grenzen stellen. Durven te stellen. Je keuzes durven te maken. Daar heeft het mee te maken. En dat mag eigenlijk nu gezien worden. Ik heb ook het gevoel dat het met familiekarma te maken heeft. We gaan eens even kijken. Ligt dat misschien in jullie lijn? Omdat zij ook Grandmother Crystal Diva is. Maar het is wel nu tijd. Tik-tak. De klok tikt. Het is tijd om los te laten. Kijk, je ziet ook die handen. Het is echt tijd om te zeggen, alsjeblieft, universum, ik weet het niet meer. Laat het me zien. En de glinstering. Durf jij je masker af te zetten? Durf jij je echt zelf te laten zien zoals je werkelijk bent? Of ben je daar nog bang voor? Dan moet iets vernieuwd worden. Je hebt nu twee kaarten met gronden, met aarde. Dus hier moet iets geaard worden. Er moet iets gezien worden. Misschien bescherm jij je hartchakra nog wel. Misschien heb je daar nog een laag overheen. Waar niemand doorheen komt. Misschien durf je dat nog niet te laten zien. Dat jouw licht mag schijnen hierin. En vind je dat moeilijk? Oké, ik moet nog eentje van dezelfde pakken. Waar heeft dat mee te maken, Chief? Ja, de hogere macht. Die zeggen, het is nu tijd dat jij gaat helen. Het is echt tijd dat je gaat helen. Je hogere zelf kan dit niet meer, trekt dat niet meer. Hij heeft ook zoiets, het is goed geweest. En het heeft dus inderdaad, de stam, het heeft dus te maken met voorouders. Misschien durfden jouw ouders of je moeder of vader ook niet zichzelf te laten zien. Hadden die ook een masker op? En is het aan jou om dat stukje familiekarma te helen? Is het aan jou om voor de volgende generatie het masker af te zetten? Dat het jouw taak hier is om dit te helen. En die taak heb je opgenomen. En het wordt dus nu tijd dat je dit aanpakt. Dat je niet meer durft, niet meer wegkijkt. Hier krijg ik deze kaart. Die valt dus eruit, ruimte maken. Ja, dat is ook wat je moet doen.
vernieuwen. Door iets op te lossen, door iets te helen, kun je dit dus aanpakken. Ja, met de bezem erdoor. Dan gaan ook poorten open naar iets nieuws. Ik ga eens even verder kijken waar het mee te maken heeft. Onverwachte bezoekers. Ik heb het gevoel dat hier iets onverwacht op je pad komt. Onverwacht ga jij de dingen zien. Want je hebt ze nog niet gezien, want de poort was nog dicht. Je kon het nog niet zien. Het mocht nog niet. Het getal 5 is een transformatiegetal. Boze geesten is ook een transformatiegetal, de 5. Dus ook hier gaat iets wat... Je denkt misschien te veel na, van hoe moet dit? Hoe kan ik dit oplossen in plaats van te voelen? In plaats van te voelen wat er speelt. Ze voelen heel veel, maar het wordt niet gezien. Ze kijken er niet naar. Ze voelen en willen het wegduwen. Ze voelen en willen het aan de kant schuiven. Dat kan dus nu niet meer. Het is tijd om daarnaar te kijken. Spirit zegt het, je hogere zelf geeft het aan. Kijk naar waar het vandaan komt. Want het is niet alleen van jou. Het is ook nog van misschien je overgrootoma. En van wie dan ook misschien. Ja, dat kan. Bottenverzamelaarster. Hierbij krijg ik het gevoel dat je steeds dingen verzameld hebt. Vriendelijke tuinierster. Jij hebt het gevoel van, ja, ik verzamel het allemaal wel. Je hebt ook heel veel energie verzameld. Zo moet ik het invullen. Je hebt heel veel energie verzameld. Hebt het gevoel van, ik straal, ik doe dat goed. Maar ergens, ook hier weer de klok, die geeft ook aan, het is 5 over 12. 10 over 12 of 10 over 2 is het. Maar het is tijd. Het is tijd om die balans in jezelf te krijgen. Getal 2 staat voor yin-yang balans. Dus kijk alsjeblieft naar die angsten. Ik ga dadelijk nog even verder kijken waar die angsten echt mee te maken hebben. Maar wat jij zaait, dat ga je oogsten. Dus als jij rommel zaait, dan ga je ook rommel oogsten. En ik krijg ook hier het gevoel dat er iets nieuws mag gaan stromen, de eieren. En dat je van bovenaf door spirit geholpen wordt, al een hele tijd. Misschien zie je het niet, misschien heb je het al gezien, dat weet ik niet. Maar dat mag dus nu wel naar voren komen. Waar dat mee te maken heeft. We gaan eens even kijken. Waar heeft het mee te maken? Op het gebied van de liefde geeft hij aan. Ja. Waar heeft dat mee te maken? Waar heeft die angst mee te maken? Waarom kan dat hartchakra niet open, spirit? Laat het me zien. Kosmisch hart. Dat kan dus niet open. De engelen van liefde. Die helpen hierbij. En het heeft dus te maken met in je hoofd zijn. Dat hadden we hier ook net. Boze geesten. Je denkt te veel na in plaats van te voelen. Als jij niet leert te voelen, zul je dit niet kunnen oplossen. Want het is de bedoeling dat je dus leert voelen. Wat is dit? Maar je kijkt ervan weg, je analyseert het. En het is prima om iets te analyseren, maar dan moet je ook het gevoel toelaten. En dat is wat er dus, waar je dus moeite mee hebt. Even kijken. En het heeft te maken met de tweelingziel. Het kan zijn dat jij dus echt op het gebied van de tweelingziel heel erg in je hoofd zit. Dat spirit zegt van luister, het is nu tijd dat je dus stopt met dat in je hoofd zitten en gaat voelen. Wat voel ik voor die persoon? Het heeft te maken met de vuurenergie en dan krijg ik ook weer direct te zien dat er iets weggebrand mag worden. Aden en Nathaniel. Wat ik hoor is dat jullie om hulp kunnen vragen. Vraag hem om hulp. Als je echt iets op wil lossen. Als je echt iets wil zuiveren. Michael, Aden en Michael, die heeft ook een zwaard van licht. Zo zie ik het altijd voor me. Hij kan koorden doorsnijden. Michael, Nathaniel heeft ook een zwaard, maar dan van vuur, dus die brandt daardoor. Als het doorgebrand wordt, komt dat ook niet meer terug. Bij het zwaard van licht kan het dus nog terugkomen. Dan kun je dus nog blijven hangen in dat stuk. Maar dat is dus niet de bedoeling. Kijk, het energetisch koord, je houdt zo vast.
aan alles wat er in jouw hart zeer heeft gedaan, dat jij niet vooruit komt. Jij komt niet vooruit, want je houdt het met beide handen in vuisten vast. Terwijl als jij het laat stromen, dan gaan de dingen ook vanzelf veranderen. Die drie eenheid die moet komen. De eenheid in jezelf, lichaam, geest en ziel. Als dat niet gebeurt, dan blijf jij dus ook hangen in het stuk, in het hoofd. Je zult dus van je hoofd, vanuit je hoofd naar die drie eenheid mogen voelen, ervaren, zien en loskoppelen. De emoties, als die komen, loskoppelen van je gedachten en ook je gedachten loskoppelen van de emoties. Als er een emotie opkomt, dat je het ervaart, bekijkt vanuit een hoger perspectief, vanuit een stukje zien, maar niet voelen. En kijk daarnaar, een soort van helikopterview van wat gebeurt hier? Wat gebeurt er daar op aarde? Wat gebeurt daar met mij? Waarom kan ik die verbinding niet maken tussen hogere en lagere chakras? Onderste en bovenste chakras, omdat dat hart hier niet geheeld wordt. Hier, de sacred healing. Ga anders een klankschaalhealing doen. Gebruik een malachiet bijvoorbeeld. Malachiet is dan, ja, die heb ik ook hier ergens liggen, maar niet binnen handbereik. Gebruik dat om te ondersteunen bij jezelf. Ga mediteren. Ga proberen om de rust te vinden in de natuur. Geef daar alles af. Je kunt ook aan de engelen vragen van, help me daar alsjeblieft bij. Help mij om datgene wat ik uit mijn hoofd moet krijgen, dat ik dat mag zien en ervaren, dat ik het vooral mag voelen. Door te voelen kan het opgelost worden. Anders kan het niet geheeld worden. Als jij dan alleen maar blijft piekeren en niet ernaar kijkt waarom dat gebeurt, dan gaat het niet opgelost worden. Ja, en dat is dus wat je nodig hebt om in die union te komen. De verbinding tussen onderste en bovenste chakras moet in balans zijn. De yin-yang energie in jouw lichaam moet in balans zijn. Als dat niet in balans is, dan kan jouw tweelingziel niet op je pad komen. Of die union niet komen, snap je? Maar het is niet zozeer dat je dat moet doen voor jouw tweelingziel of voor de union. Het is de bedoeling dat je dat gaat doen voor jezelf. De union in jezelf. De liefde voor jezelf. Als je niemand hebt in je leven die jouw tweelingziel is of een relatie, bekijk het dan vanuit de eenheid in jezelf. Die mag weer terug. Die drie eenheid. Maar er zal wel, ik krijg nou piep in mijn oren heel erg. Er zal wel iets geheeld moeten worden en gezuiverd moeten worden. De vuurenergie zuivert die energetische koorden die jou eigenlijk nu op dit ogenblik nog tegenhouden om je hart te openen. Je hart mag openen, zodat jij die eenheid in jouzelf gaat voelen. En door die eenheid in jezelf gaat er ook een eenheid komen met jouw tweelingziel. En ga je ook niet meer nadenken, is dat wel goed? Klopt dat wel wat hij zegt? Is dat het wel en is hij of zij het wel? Dat mag los. Daar mag een verandering in komen. Ik ga eens even kijken wat daar nog meer komt. Oké, chief. Nou, contact met spirit. Lichtcoach, bewustwording, hogere macht. Dat is wat er dus nu mag stromen. Bewustwording. Bewustwording van wat jij aan het nadenken bent, hoe jij aan het nadenken bent. Innerlijk kind, geborgenheid, zelfliefde, ontplooiing. Doordat jij dit heelt, je innerlijk kind heelt, je zelfliefde creëert, geborgenheid bij jezelf creëert, gaat ook het stukje weg dat je in je hoofd zit. Dolfijnenenergie, een hoge energiefrequentie in het spirituele poort. Dan ga jij door een spirituele poort heen en dan ga jij dus vanuit je hoofd naar je hart. En dat is de bedoeling daarvan. Oeps, nou die vloog alle kanten op. Verlichting, dan gaat de energetische koorden ga je dus verbreken. Je gaat het masker afzetten, er komt puurheid. Waar hadden we nog meer het masker? Dat heb ik toch net gezien. Even kijken. Nou was dat? Oh ja, het masker. Dat ga je dus afzetten. Dan ga je dus jezelf zien. Het heeft ook daarmee te maken dat je het laat schijnen alsof jij heel goed in je vel zit. En dat is dan eigenlijk niet zo.
En misschien wordt dat gespiegeld door jouw tweelingziel en irriteer je je daar mateloos aan. Het kan, hoeft niet natuurlijk. Maar dat je dan toch nog steeds, ook als je je niet ergert, nog niet kunt kijken naar jezelf. Even kijken wat er nog meer komt. Dan krijg je een herstel, introspectie, een pauze, een stilstand. Maar stilstand is ook vooruitgang, omdat je dan gaat voelen. In de stilte ga je voelen. Daar kom je niet onderuit of je gaat nadenken. Maar als jij van plan bent om dat nadenken los te laten, dan ga je voelen. Nou, dat is wat veel. Dan hebben we de overgave, de helderheid, de stroming. Doordat je je overgeeft aan spirit, ga je, en ook aan je innerlijk kind, overgeeft aan jouw eigen controle vasthouden. Dan pas gaat er iets stromen. Je gaat terugkeren naar jezelf. Terugkeren naar jezelf. De yin-yang gaat in balans komen. En dan krijg je een heleboel wijsheid. Dat gaat stromen dan. Je hartchakra gaat open. Kijk, en dit is wat de bedoeling was. Er wordt iets geheeld. Je hartchakra gaat open. Alle verdriet en pijn gaan los. En dat is wat hier de bedoeling van is. Dus dat jij gaat kijken van waar heeft dat mee te maken. En ik heb nogmaals het gevoel dat het ook met vorige levens te maken heeft. Niet alleen vorige levens, maar ook het stukje met betrekking tot, even kijken, vorige levens ook. Maar ook het stukje familiekarma. Als jij je ouders het ook zo deed, of je moeder of vader, kijk dan eens ernaar. Kijk eens wat die anderen daarna nog allemaal deden. Dat is ook belangrijk om te zien. Maar je hebt nu wel, de magician, je hebt het wel zelf in de hand om het te transformeren. En dat gebeurt dan ook. Want de Queen of Wands, je gaat een nieuwe energie krijgen. Je blijft wel nog even zitten, want je vindt het wel fijn zo. Maar je moet het even integreren nog. Want de vijf van staven, je hebt eerst misschien gezeten en gedacht, dat komt wel goed vanzelf, dat gaat vanzelf. Want ik heb het inzicht. Maar als je het inzicht hebt en je blijft zitten wat zij doet, gebeurt er nog niks. Hè? En hier ook de vijf van staven. Dus er komt een opstand in jezelf. Die vuurenergie komt naar voren en daar mag je iets mee. En de lovers, de geliefden. Het heeft dus te maken met de liefde. Als je dus niemand hebt, heeft het te maken met de liefde voor jezelf. En anders de liefde voor de ander. Want het is af en toe een duivelse energie in jouzelf. Aantrekken, afstoten, aantrekken, afstoten. Wil ik dit wel, wil ik dit niet? Je duwt de liefde als het ware bij je weg. Als je in een tweelingzielrelatie zit, gebeurt dat sowieso. Dat je die ander wegduwt. Dat die ander zoiets heeft van, oeh, het komt daar op me af. Dat moet ik even niet hebben. Maar er komt een voorzichtig nieuwe start. Oké, hier had ik nog een. Acht van Pentakels, je gaat dus groeien. Je gaat groeien. Je gaat nu kijken van wat speelt er allemaal. Dat is wat je wil. En de Page van Bekers. De Page van Bekers betekent een nieuw begin op liefdesvlak. Weliswaar met knikkende knieën. Maar het gebeurt. En dan krijg je de Drie van Bekers. De drie eenheid, wat hier ook lag. Dus die drie eenheid ga jij dus zelf creëren. En die drie eenheid heeft ook te maken met het paarse licht, het violette, de violette vlam van Saint-Germain. Vraag hem ook om die violette vlam door jouw hele lijf te laten stromen. Want dan gaan er dus ook dingen gebeuren. En dat zie je dus ook hier. Het hartchakra gaat spreken. Om een nieuw, je ziet hier die energie, ik weet niet of je dat goed kunt zien. Wat daarvan afkomt, van het hartchakra. Dat is dus de bedoeling dat dat gezien wordt. En dat, dat is heel mooi. Wat gaat dan nog meer komen? Naar de Drie van Bekers. Wat wil je er nog meer geven? Ja, je hebt dan meerdere mogelijkheden. De Zeven van Bekers. Je hebt meerdere mogelijkheden om dat dadelijk recht te zetten. En datgene te kiezen wat voor jou bestemd is. Maar kies wel goed. Want niet alles is juist.
Dus dat moet je ook leren. Je leert daardoor ook. En je kiest dan dat wat goed is. Maar je hebt misschien in het verleden, 3 van 12, verkeerde keuzes gemaakt. En dat je daar, ik heb ook het gevoel dat het meer te maken heeft, dit is eigenlijk de les, dat je in het verleden verkeerde keuzes gemaakt hebt achteraf. Maar die eigenlijk dan niet verkeerd zijn, want je moest iets leren. Dat is op zich niet zo heel erg. Want de page van staven geeft aan dat er een nieuw begin komt. Een nieuwe energie, een rustigere energie in ieder geval, een stabielere energie. Dat er dus meer stabiliteit in jezelf komt. Ja, en hier heb je de stabiliteit, aas van pentakels, aas van munten. Je krijgt een stabiel nieuw begin. Dus voor jezelf, maar ook voor de liefde. Als je dit oplost. En er komt communicatie, 8 van staven. Je gaat ook anders denken en anders communiceren over jezelf. De zon is de hoogste positieve kaart van de arcana, van de grote arcana. Dus je gaat iets positiefs veranderen in jouw leven als je deze angst, wat diep in jouw hartchakra zit, als je die durft los te laten. Want dat is jouw taak hier op aarde voor jouzelf. En niet zozeer voor een tweelingziel, oké, die hoort erbij. Ja, dat kan dan op je pad komen of is al op je pad, waardoor het dan kan gaan stromen. Maar hier moest wel iets nog gezien worden. En dit is wat er dus nu speelt. Al die stukken die je op je hart hebt zitten, waardoor je misschien niet kunt kiezen, dat mag geheeld worden, dat mag gezuiverd worden. En het heeft met de tweelingziel te maken, het heeft er met de liefde voor jezelf te maken. Maar alles kan niet stromen omdat jij nog vast zit en jouw hartchakra dicht hebt. En dat is dus nu de bedoeling dat dat geheeld wordt, dat dat gezuiverd wordt. Ja. Ik krijg, oké, deze. Oké. I trust my inner guidance, my soul knows the way forward. Dus luister naar je innerlijke hulp, inner guidance, dat je gesteund wordt. Je ziel weet eigenlijk de weg vooruit. Je ziel weet eigenlijk waar je naartoe mag. And I'm safe to explore new love with others. Dus dat je nieuwe liefde met andere mensen kunt gaan ontdekken. Dat je niet vast te blijven zitten in dit hele stuk. En dan, I acknowledge and accept emotions as they arise within me without prejudice or judgment. Dus je erkent en accepteert de emoties die bij je opkomen zonder oordeel of een vooroordeel of een oordeel erover te vellen. Ze zijn er. De emoties die in jouw hart opgeslagen zitten, waardoor jouw hartchakra op slot is, al die emoties die mag je laten voelen. Ze mogen er zijn. Ze mogen gezien worden, ze mogen erkend worden. En dan pas kan het ook weg. Maar om een vooruitgang in de liefde, in de zelfliefde te krijgen, zul je je hartchakra moeten helen. En dat is eigenlijk van belang voor jezelf, voor de zelfliefde en ook voor de tweelingzielliefde. Dus hier mag iets gezien worden aan emoties, want er komt iets op. En ik heb het gevoel ook dat het te maken heeft met niet goed genoeg voelen. Dat jouw moeder dat misschien had, dat jouw oma dat misschien had. Of dat jouw vader dat had, dat zijn vader dat had. Dus kijk daar even naar hoe dat bij jou resoneert. Dat kan ik natuurlijk ook niet zeggen, want het is een algemene reading. Maar in ieder geval krijg je dus nu wel de mogelijkheid om dit aan te pakken. Om dat familiekarma dus echt uit de weg te ruimen, want dat is gewoon belangrijk. Ja? Ik wens jullie heel veel succes hiermee. Dank je wel voor het kijken naar deze video en namaste.